Dit is Joyce Meijer uit Odoorn, 67 jaar. Ze is nu 11 jaar vrouw, maar werd geboren als man. Ik denk dat het er bij de geboorte al in zat. Maar het zijn zoals ik ben, dat is sinds 2006. Toen ben ik in het UMCG omgeknutseld van man naar vrouw. Over haar transitie schreef ze het in mei verschenen boek Van Boy naar Joyce. In dat boek beschrijft ze ook haar jeugd in een streng gereformeerd gezin, waar ze geen ruimte kreeg om zichzelf te zijn. Een voorliefde voor bijvoorbeeld meisjesspeelgoed werd de nek omgedraaid. Als ik toen bij de etalage van die winkel een wagentje had mogen hebben met een pop erin, dan was mijn leven heel anders geweest. Dan had ze dat toen al kunnen ontwikkelen, maar dat werd toen weggeslagen, letterlijk. Dus dat ging heel moeizaam. Joyce trouwde met Jannie, kreeg een zoon en kwam op haar 40ste zo met zichzelf in de knoop dat ze dood wilde. Na jarenlange therapie werd pas op haar 50ste voor het eerst duidelijk dat ze zich van binnen vrouw voelde. Toen wij 30 jaar getrouwd waren, toen hadden we een feestje gegeven. En toen was Jannie haar nagels aan het lakken en toen zegt ze tegen mij, zal ik jouw nagels ook even lakken? Ze zei, doe maar op de grote teen. Nou, toen heeft ze mijn grote teen gelakt en ik vond dat zo geweldig. Ik heb daar maandenlang dat bijgehouden, maar ik durfde er niet over te praten. Dat ik dat leuk vond. Dat was dus eigenlijk het begin van wat hier nu in de stoel zit. En hoe voelt dat nu? Hartstikke goed. Beter dan ooit. Ze wil mensen meegeven dat ze hun kinderen in vrijheid en liefde grootbrengen en zonder dwang in een bepaalde richting. En coming-out-dag vindt ze onzin. Als je homo bent, of als je lesbisch bent of transgender, waarom moet je dan zo nodig dat kenbaar maken aan de wereld? En er moet een sticker op geplakt worden van hij of zij komt uit de kast. Ik ben van mening dat zolang de LHBT-mensen die uitdrukking van uit de kast komen blijven gebruiken, de acceptatie daarvan, of het normaal zijn dat je zo bent, lange duur. Afschaffen. Afschaffen, ja.